Waar je op moet letten als je planten in huis haalt, is waar je ze neerzet en hoeveel licht ze krijgen. Want sommige planten houden van de volle zon en andere absoluut niet. En verder natuurlijk hoeveel water ze nodig hebben. En als je zo'n plant hebt die luchtwortels groeit, als die nog aan de tak zit, dan kan je die heel makkelijk stekken. Neem gewoon een stukje van de plant met zo'n luchtwortel en een blad. Dat zet je in het water en dan gaat die wortel vanzelf groeien. Als het slecht gaat met een plant, kan je het zien of de blaadjes gaan heel erg hangen. Je krijgt geel blad, misschien wel bladuitval. En dan is het zaak natuurlijk om te achterhalen wat er verkeerd is. Bijvoorbeeld als je te veel water geeft, dan moet je even goed in de pot checken of die aarde niet nat of te droog juist is. En op die manier een beetje aanpassingen gaan doen aan je verzorgingsregime. Als zo'n blad er een beetje zielig en geel uit gaat zien, kan je hem gewoon afknippen. En weggooien. En je ziet wel dat de stam een beetje bruin wordt van die oude bladeren die verdrogen. Maar die kan je er op een gegeven moment ook gewoon afhalen. Een plantensoort die je eigenlijk niet echt dood kan maken zijn bijvoorbeeld yucca's, dracaena's of sansevieria's. Het zijn planten die super sterk zijn en niet zo heel veel aandacht nodig hebben. Vooral niet te veel water geven, 1 keer per maand of zo is wel voldoende. En niet in de volle zon zetten. Ja, als ik bijvoorbeeld een nieuwe plant in huis haal die ik nog niet ken, dan zoek ik altijd informatie op of op internet via Google of in van die vintage plantenboeken. Om te zien op wat voor plek die moet staan qua licht, maar ook hoeveel water die nodig heeft. En wat ik heb gedaan, is ik heb hem vastgemaakt met een soort kabelhouders. Die heb ik in de muur gespijkerd en daar zit die plant vast aan de muur. En op deze manier kan je een enorme jungle gevoel creëren in je huis. Ja, leuk.